En mensen, fijn ik jullie weer samen bij een nieuwe video. En ik moet jullie op meerdere manieren bedanken. Dat sowieso. Allereerst bedankt voor de 500 likes voor middernacht op de video van gisteren. Morgen speelt Feyenoord. Dus laat zeker in de comments weten wat jullie denken dat de uitslag wordt. En als je op PS4 of PS5 speelt, degene die de uitslag goed heeft... ...en de eerste doelpuntenmaker goed heeft... Dan ga ik een potje tegen spelen. Ik weet dat dat een uh, giveaway is van drie keer niks. Maar ik hou niet van giveaways. Dit is, dit is de enige manier waarop ik denk van... Oké, okay, dit is wel een soort of acceptabel. Uh, maar dat lijkt me lachen. Dus uitslag en eerste doelpunten maken. Als je je comment bewerkt, dan tel je niet meer mee. Dan ben je gewoon engnek. Uh, dat gezegd te hebben, uh, dit team wat ik gebruik, je ziet aan het begin natuurlijk heel even. Uh, ik had al wat potten gespeeld voordat de video online kwam natuurlijk, maar en dat zal ik straks toelichten. Ik had een comment, had uh, als ik een DM gezien op Instagram van een guy genaamd Siep heet die geloof ik. Hij volgde me niet, maar hij stuurde me wel een heel attent bericht. Hij stuurde mij hoe ik mijn team kon neerzetten, uh, zodat ik alsnog Messi en Perisic kon gebruiken. Want mensen. Ik ben niet gelovig, maar ik zweer op elke god die er bestaat dat Timothy Messi is mijn favoriete kaart dit jaar. Het is echt ongelooflijk. Maar dat gezegd te hebben, uh, kwam je tegen een Nederlander die op zich, hij was niet verkeerd. Hij was niet per se slecht. Uh, wat, wat hij deed, uh, en wat ik voor mijn gevoel wat meer kijkers doen, is dus hij had bijvoorbeeld uh, Antonio, was het geloof ik. Eh, uh, wacht. Die, die scoort, ja, die scoort hier ook. Kijk, hij scoort met Antonio. En hij, hij deed het leuk. Hij deed het aardig. Maar wat hij op een gegeven moment fout deed. Antonio heeft bijvoorbeeld 3-ster Weakfoot. Weet je, dat heeft Puskas ook. Uh, en, en daar kan je mee werken. Maar dan moet je rekening mee houden. Dat op een gegeven moment wat hij deed. Was de angle die hij nu bijvoorbeeld loodt met Kane. Dat kan met Kane. Want die heeft 5-ster Weakfoot. Maar als je dat soort dingen doet met Antonio. En je probeert dan cross goal te schieten. Dan is de kans groot dat die bal naast gaat. Want ja, 3-ster Weakfoot. Je maakt het moeilijker voor jezelf. En hoe verder je dan van de goal af bent. En je doet zo'n cross-goal shot met je, met je verkeerde been. Hoe slechter dat gaat. Dus prima tegenstander. Hij kwit uiteindelijk. Want ik kwam 6-2 was het voor. 6-3. Niet heel erg uitmaakt. Uh, maar doe dat soort dingen niet. Like, je kan je gast als pushcast gebruiken. Je kan 3-ster Weakfoot spelers makkelijk gebruiken. Maar je moet wel weten wat wel kan en wat niet met die kaarten. Dat gezegd te hebben. Uh, de 4 1 2 -1, 2, -1, 2 -1, narrow is. Voor mij op dit moment de by far favoriete formatie. Like, het, 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 Zoveel aan dat ding werkt gewoon. Het helpt vooral, denk ik. Uh, en dat is helaas niet een pot die ik opgenomen ben, want ik heb de eerste vijf opgenomen. Um, ik kom soms bijvoorbeeld tegen mensen die de 3-4-1-2 spelen. wat ze dan doen is: ze, ze zetten niet hun linksmit en rechtsmit op comeback on defense. Nee, ze zetten hun uh, centermids op stayback. Wat dus betekent dat je en drie centerbacks op stayback hebt. En 2CM's. Dus je speelt eigenlijk tegen letterlijk 5 at the back. Maar dan 5 centraal, weet je wel? En um, dat is tricky. Like, ik, ik score niet tegen dat soort gasten als ik niet vast build-up speel. Want als heel, als, dat, dat is het ding vaak wat mensen vergeten. Het is niet zo dat iedereen per se ultra-verdedigend speelt. Wat natuurlijk wel deels zo is, maar niet letterlijk iedereen. Maar wat een probleem is vaak is als mensen heel veel space op stay back while attacking hebben... of comeback on defense. Laten we het specifieker richten op comeback on defense. Als mensen dat veel gebruiken... dan is dat niet per se een probleem. Maar als jij de bal terugkrijgt... na een aanval van jouw tegenstander... en jij neemt de tijd om op te bouwen... dan wordt het een probleem. Want wat je dan krijgt... is je tegenstander heeft heel veel man terug... tegen de tijd dat jij rustig aan naar voren tikt. En ik zeg niet... Dat vast Build Up de be all and all oplossing is. Maar ik zeg wel dat het zorgt voor meer chaos. En ik hou van chaos. Dat zegt hebben wij komen hier terug tot 3-2. Deze guy kilde mij in de eerste helft. Absoluut gesloopt. Ik had geen... Maar ik was... Kijk, het voordeel is dat ik dit niet live doe. Is ik kan boos worden. Dat is echt, dat is echt lekker hoor. Dan heb je gelijk even een uitlaatklep thuis. Zo'n podcast en daarna weer focussen. Maar 3-0 achter bij rust. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Tweede helft. Opeens klikte het. Like, opeens. Ik weet niet waardoor. Ik weet niet hoe. Maar opeens klikte het. En het was een zegen van je als Dat hielp dat ik Perisic erin wisselde. Uh, en Messi. Want ik gebruikte dus in eerste instantie Puskas op 10. En dat ging wel oké. Okay, maar ik zou het niet aanraden. Pushkas op 10. Uh, het is functioneel. Maar. Je gaat er nooit 20-0 mee halen. Laat lijkt het zo zeggen. Althans, iemand van mijn niveau gaat dat niet doen, bijvoorbeeld, uitspreken. We komen 1-0 voor, gelukkig. En dan die VRA, die deed het een beetje door. Eh, geweldig speler. Absoluut geweldig. Maar we komen 2-0 voor. Wij winnen. We gaan 5-0. En dan gaan we ook een woord openen. Zitten we nu dus op rang 4? We uh, gingen 14-3 uiteindelijk? De laatste 3 dan weggegeven. Uh, ik ging gisteravond 11-2. Dus ik dacht, nou, ik doe vanochtend nog de laatste paar Ik kreeg Mijn eerste win kreeg ik cadeau. Super welkom natuurlijk. Uh, daarna won ik ook. Vrij makkelijk, 3-0. Vervolgens werd ik echt compleet afgeslacht door iemand met Moments Cruyff, Moments Ronaldo, Moments Sidaan, Team of the Seasons Son. Guy was ook heel goed. Like, het helpt dat je rijk bent, maar het helpt alleen helemaal als je ook nog goed bent. Dus eh, helemaal acceptabel natuurlijk, gewoon. We krijgen dat, Pecky. Ik ben heel erg bang voor drie Saudi-spelers, maar we gaan het zien. Ik wil vooral Modric zou heel welkom zijn. En Courtois. Benzema. Oh mijn god, Benzema. Holy shit. Maat. Vorige week. Vorige week Lewandowski. Hoogste rated red pick ooit. Nu? We'll do one better. Wat krijgen we hier dan? Modric. Heerlijk. Absoluut geweldig. Holy shit. 97 en 98. You love to see it. You really do. We hebben ook weer swaps nu trouwens. Uh, al een deel van gedaan. Uh, daily, ik wil dat ding claimen. Want ik vind die melding altijd zo irritant. Maar. Um, ik heb uh, de Silver First Owner al gedaan. Want je moet het maar gedaan hebben, weet je wel. Like, het is zo saai natuurlijk. Dus je doet het maar gewoon. Uh, playoffs ga ik misschien wel mijn best doen voor één keer dan. Want dan heb ik die ook al vast. Uh, Eredivisie en Liga Portugal moet dan nog. En die andere online dingen. Dat duurt vijf minuten, weet je wel. Dat heb je zo gedaan. Dus 30 packs. Uh, niet allemaal even interessant natuurlijk. Dat zeker. Maar uh, alles goed is, staat het allemaal achteraan. Gaan we zien. Oh ja, ik heb nog een paar tradable dingen van draft. Dat was ook het geval. Nou, we openen eerst de Ultimate Pack. Het is toch all tradable, dus dan maakt het niet hier erg uit. Uh, ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat we iets leuks krijgen nog. Iets tradables, goeds. Team de Season'tje zou leuk zijn. Uh, begin met een borden. <laughs> dat, is, dat is niet helemaal wenselijk. Maar het is ook niet het einde van de wereld. Uh, alle 83 plus gaat naar de lijst. Puur voor dat. Als we weer een keer... Want ik heb bijvoorbeeld ook... Vergeet ik voor het gemak natuurlijk even te zeggen. Uh, ik heb ook Karstorp SPC gedaan. Niet dat ik wil dat Roma wint of zo. Maak je geen zorgen. Dat zeker niet. Maar het is meer dat Karstorp speelt in de Serie A. Ja. En als we die Team Season krijgen... Dan, you know, heb ik een handige kaart die we kunnen gebruiken. Dat is oprecht de reden, mensen. Maak je geen zorgen. Ik zal net als de meeste... Oh, weer Team Season? Ah, uh, oh, nee. 14 weer. Ik heb die kaart al twee keer nu. En hij is niet opeens beter nu. Omdat ik hem weer krijg. Bijzonder jammer. Uh, nog de ik kan gewoon allemaal naar de lijst? Ik bedoel, het is een goede 88 uh, duplicate, I guess. Dus in het kader van positieve punten in dingen vinden, um, is dat wel de way to go. Uh, tradable mega pack. Ik open al die tradeable packs nu wel voor een video. Want you know, als je daar iets zit krijgt dan is het toch wel sort of handig. Uh, ik hoop ook dat Benzema goed is. Dat hoop ik echt. Dat, dat ben, ik, nee, dat ben ik, ik. Ik wil gewoon nu dat Benzema goed is, basically. 98 kaart. Hij heeft 5 week Weakfoord nu. Hij heeft daadwerkelijke, bruikbare balance en agility. Ik bedoel, weekendleague, het is niet leuk. Ik ga het eerlijk zeggen, het is niet altijd leuk. Maar ik, ik word in ieder geval nu wel twee weken op rij goed beloond. Dus ik, ik klaag zeker niet. Uh, dit, dit is dan wel weer iets minder. Ik ga het nu mee draaien. Dit is niet opeens goed. <laughs> Vanwege de andere dingen die ik pak, maar... Uh, we moeten nog wel wat SPC's doen natuurlijk, want die lijst van uh, de duplicate lijst, nee, ik noem het de duplicate lijst trade list begint zich een beetje te vullen. Uh, en niet per se met de dingen waarmee ik het wil vullen, you know. Ik zou liever iets hoger rated kaarten constant erop droppen en niet constant vitinia. Ja. Uh, want dit is een 50k pack dit. Ik weet nog dat het geen ultimate pack is of wat dan ook, maar dit is toch wel dramatisch. Ik bedoel, ik weet dat je dit slimmer kan doen en upgrade SPC's, maar... Ik heb niet echt interesse, plus de meeste dingen van La Liga die ik wil, die heb ik al. Dus ik heb niet echt, het maakt niet uit voor mij, weet je wel. Dat is een beetje de situatie, het maakt voor mij niet echt uit. Uh, dat gezegd te hebben. Iets leuks? Ja, Ultimate Season. Uh, Frans. Yo, Koende, let's fucking go. 93 Koende, die is tradable dus. Toch? Is die wat waard? Ja, lekker gezegd, die gaan we zo gelijk verkopen. Uh, want ja, yeah, you know, ik heb al genoeg centerpacks. Dus als ik een centerpack kan verkopen, dan doen we dat natuurlijk. Uh, laten wij eens even kijken. Wat hebben wij nog meer om te openen? Uh, alleen nog die La Liga en SPL 3 spelers pack. Oké. Okay. Ik verwacht hier niks uit. Ik denk dat we het meeste goede al gepackt hebben. Uh, ik ben al heel erg dankbaar. Yada yada yada. Um, Belkoutwa. Ah, oh, sick. You know, die hadden we ook nog niet. Dus uh, hartstikke, hartstikke welkom. En Canales. Oké, okay, Canales is niks waard. Maar hij is wel super, super bruikbaar. Uh, Hegazi natuurlijk niet. Engnek was ook vreselijke speler bij West Brom. Uh, weet niet hoeveel mensen dat meegemaakt hebben, maar vreselijke speler. Uh, en Courtois, ja super. Hoeveel is Courtois waard? Het is een keeper, dus niet veel. <laughs> ja, dat kan je eigenlijk wel van tevoren een beetje weten. Weet je wat? Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Deze awards, hartstikke fantastisch. Dus als we nu dus kijken naar wat, wat het team al Oh wacht, dit is mijn free team. Dat is niet het relevante team. Sorry. Eh, uh, Captain Viera raadteam natuurlijk. Kijk, ik had dit dus gebruikt omdat. Eh, uh, Siep. Ik, moet, ik wil even zijn naam weten. Ik vind het wel zo netjes dat ik heb het idee van hem. Eh, uh, heette die Siep? Nee, het is Siem. Sorry, Siem. Siem H heette die. Uh, dit, dit is al heerlijk, dit team. Maar ja, kijk, dit is. <laughs> <laughs> ik vind het echt heel fijn dat we Pikkuluk hebben, want het helpt enorm. Uh, ik heb nu natuurlijk dan Benzema erbij, Modric erbij, en Courtois erbij. Ik you wel, know, Haal Ahmad Rit een hele ruiten zooi, maar uh, we gaan het team weer omgooien, basically. Uh, met misschien wel Messi erin. Want Messi is gewoon. Door Messi tikt alles, weet je wel. Messi is gewoon awesome in game. Dus uh, ik dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk hebben jullie ook pekkelijk gehad. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Jijjoe.